welkom bij de Visboys. We zijn vandaag weer een lekker dagje aan het vissen. We vissen vandaag met 6 hengels. Dat mag sinds kort bij ons. Nou, niet met 6 hengels, maar 3 dan per persoon. En ja, we hopen dat we wat gaan vangen vandaag. Vissen vandaag met 1 pen en 5 op de pieper, 5 hengels. Waarvan 4 die voor ons staan en we hebben er achterin nog eentje liggen. Die horen we op de afstandsbediening, die ging net af. Helaas gemist. We vissen met 3 boilies met een pop-up, zogenaamde snowman. 1 boilie zonder pop-up en een tijgenoot met een pop-up. We hebben ook last van rivierkreeften, dat hebben jullie misschien in een eerdere video al gehoord. Dus we zijn vandaag aan het proberen om met een soort plastificering om de boilie heen, om de kreeftenproblemen een beetje tegen te gaan. Dus kijken of dat werkt vandaag. Ja, net wat actie op de pen en geen karper helaas, maar wel een brasem. Van een kleine 40 centimeter schat ik. Dus nou, in ieder geval hebben we vis. Twan had net een run op zijn pieper, maar die was helaas mis. Dus hoop op meer actie. Ook deze mag weer zwemmen natuurlijk. Dus die kunnen we zo wel het water in laten. Hij wil graag. Nou, oh, daar gaat hij al. We hebben hier in het water wel last van duikeenden en futen. En het vervelende van die vogels is dat zij naar je boilie duiken. En eventueel je lokhaars en je boilie pakken. En dat is uitermate irritant. Wanneer per run? Hangt wat aan? Hey, de run ging goed in één keer. Trok hij de swing tegen de hengel aan, precies zoals het moet. Gaan kijken wat het is. Geel. Geel. Nice one. Binnen. Hij is op de kant. Echt een mooie seelt. Gehaakt in de onderlip. Mooi hoor. Ik kon haken. Zoals je ziet, de snowman, zoals ik al eerder op de video zei. Een boilie met een pop-up. Zo ligt hij op de bodem. Zo, mooi silt gevangen. 53 centimeter. Hij is best wel hoog en stevig. En ik ben er echt heel blij mee. Voor de silt was hij best wel sterk. En ja, we gaan hem lekker terugzetten. En weg is hij. Daar gaat hij al. Yes. Dit is het beeld zoals we vissen. Vanaf de open kant. Even bijgevoerd. De boilies gooien we aan deze kant. Dus laat ze maar weer komen.
Het is een vis. Het is een mooie silt. Ik kreeg ook een run op mijn hengel. Alleen mijn is losgeschoten helaas. Ja, dat was een vette run. Dus, ja. Hij was net mij aan het filmen dat ik deze binnenhaal. Het voelt als een karper. Hij ging vol door mijn slip heen. En opeens schoot hij los. Jammer. Deze is trouwens op de tijgernoot gevangen. De haak zit erg vast. We gaan even een tangetje pakken. Ja. Nou, mooie silt gevangen. Iets kleiner dan die van net. Deze is 49 centimeter, die van Twan was 53. Even paniek, twee runs achter elkaar. Maar deze gaat weer terug. Lekker hoor. Ja, dat wilt hij wel. Yes. Het is vandaag dinsdag 21 juni. Dus de zomer die is van start gegaan vandaag. Het weer is redelijk. We hebben wel wat regen gehad, dus we moesten een tentje opzetten. Maar gisteren, maandag, was er echt de hele dag regen. Dus de grond waarop wij ons bewegen is vrij drassig. En ja, van je schoenen blijft niet veel meer over. Maar alles voor de vis. Nou, dit is de Hollandse zomer dus. Ik had het er net over. En het gaat nu even tekeer, maar in de tent is het gewoon droog en warm. Dus we zitten onze tijd wel uit. Alleen als we een run krijgen, dan worden we nat. Maar we rennen wel. In de regen eindigen we onze sessie deze dag. Het is wel aardige runs gehad. Uiteindelijk twee zeelten gevangen en een brasem op de pen. Maar in totaal hebben we wel vijf of zes runs gehad die veelbelovend waren. Uiteindelijk maar twee vissen helaas. En nou, we zien jullie volgende keer.